Binnen de samenleving zijn de afgelopen dagen de aangekondigde verhoging van de prijzen voor gascilinders heet hangijzer. Volgens minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen is deze verhoging echter niet te omzeilen, ook omdat ze reeds 2 jaar geleden in hadden moeten gaan. Voor de vergadering van de ministerraad vanmorgen zei de bewindsman dat indien de verhoging niet zou ingaan per 1 september, de EBS nog verder gebukt zou gaan onder maandelijkse subsidie naar de samenleving. Zonder subsidie zou een gascilinder van 28 lips 510 SED kosten. Met subsidie gaat de prijs nu van 50 SED naar 150 SED. We hebben de behoefte om het te doen. Het moest gedaan worden op dit moment, as we speak. Indien we niets doen aan de gasprijs, is de subsidie 2 miljoen US op maandbasis. 2 miljoen US is de subsidie op maandbasis. En dat is subsidie van EBS naar de samenleving toe. U en ik worden gesubsidieerd. Dus elke gasfles van 28 lips die wordt gekocht voor 50 SRD. Die subsidie van EBS naar u toe is 460 SRD. En dat willen we wel gefaseerd afbouwen. De eerste stap is nu verhoging naar 150 SRD. We hebben gesproken met de vakbeweging. De vakbeweging heeft aangegeven niet content ermee te zijn. Dat zal ik vandaag rapporteren aan de regering. Dus uiteindelijk zal de regering een besluit nemen. Maar vooralsnog is het besluit wel dat het per 1 september ingaat. Bij de recente gesprekken over de elektriciteitstarieven met de EBS-tarievencommissie, vertegenwoordigers van de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid, waren de gasprijzen ook op de agenda, zegt de bewindsman. Die commissie heeft heel goed werk verricht wanneer het gaat om de elektriciteitstarieven, de kostprijsberekeningen en de voorstellen. En aan het einde heb ik ze gevraagd om ook te kijken naar de kostprijsberekening ten aanzien van gas. Trouwens, ze hebben ook dat verzoek gehad van onder andere Vols. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben externe deskundigen, andere deskundigen erbij gehaald. En ik moet erbij aangeven dat nu is het besluit genomen om het per 1 september te doen ingaan. En daarna gefaseerd verder verhogen tot het niveau van break-even. Er wordt op dit moment niet gesproken over een winst. Dit is de eerste verhoging van de prijzen voor gas. Per december en daarna per kwartaal zal de prijs steeds met 30 SED worden verhoogd. Per 1 september zult u voor een 100 lips gascilinder 1000 SED betalen, voor 40 lips 400 SED, voor 28 lips 150 SED en voor de 20 lips 120 SED.